Bel nu 035-714-714 om begunstiger te worden van de KRO. Dan krijgt u elke week de microgids in de bus. Kijk eens wat een handig gidsje met duidelijke overzichten en goede toelichtingen. En microgids is de goedkoopste van Nederland. Om te beginnen krijgt u voor maar 1 tientje tot 1 mei. 035-714-714. Het is 9:30, dit is Brandpunt, goedenavond. Er is onrust onder dagbladjournalisten over de fusie tussen de Nederlandse Dagbladunie en de Perscombinatie. Door die bundeling komen alle landelijke dagbladen met uitzondering van de Telegraaf in één hand. Verbijstering in de medische wereld over een rapport van het wetenschappelijk bureau van het CDA over spermadonoren. Opheffen van de anonimiteit van de spermadonor, zoals het wetenschappelijk bureau wil, betekent het einde van de kunstmatige inseminatie, zo voorspellen deskundigen. En schokkende berichten deze week uit Frankrijk. Daar overreed een groot aantal automobilisten hetzelfde meisje zonder te stoppen. Ook in Nederland is er een grove normvervaging in het verkeer. En natuurlijk voetbal, een samenvatting van de wedstrijd Spakenburg-AZ. Maar we starten met een nieuwe aflevering van onze serie Levensecht Geweld op de televisie. 2 weken geleden gingen de gasten van een Amerikaanse talkshow met elkaar op de vuist. Vorige week werd een racist uit de NCRV-televisiestudio gezet. En dit gebeurde er deze week in een Duitse televisiestudio. Dat is toch geen democratie? Dat is toch geen democratie? Ja, over democratie gesproken. Hopelijk verloopt deze uitzending wat minder gewelddadig. Het ging daar in Duitsland overigens om de verkiezing van een voorzitter van een voetbalvereniging. Maar verder met het nieuws van vandaag. Er is grote onrust onder de dagbladjournalisten over een voorgenomen fusie tussen de Nederlandse Dagbladunie en de Perscombinatie. Als alles doorgaat, komen alle landelijke dagbladen, met uitzondering van de Telegraaf, in één hand. Dat is een bedreiging van de pluriformiteit, zegt de een. Nee, het is juist een goede bescherming tegen ongewenste overnames door buitenlandse bedrijven, zegt de ander. Wij zetten de zaken op een rij en beginnen met een verslag van André Nelis. Gisteren maakten op een persconferentie 2 grote dagbladuitgeverijen bekend dat ze willen gaan fuseren. Het gaat om de Perscombinatie met de dagbladen Trouw, Volkskrant en het Parool, gezamenlijk goed voor 540.000 abonnees en een omzet van 277 miljoen gulden. En de Nederlandse Dagbladunie met NRC Handelsblad, Algemeen Dagblad, Het Vrije Volk en wat kleinere regionale bladen, totale oplage 720.000 en een omzet van 400 miljoen. Als deze uitgeverijen dus samengaan in de Nederlandse Perscombinatie, levert dat een oplage op van 1,3 miljoen kranten en een omzet van 700 miljoen. Daarmee krijgt de nieuwe combinatie 5 van de 6 landelijke dagbladen in beheer. Ter vergelijking, de grootste krant van Nederland, de Telegraaf, heeft een oplage van 760.000 en een omzet van 645 miljoen. Vandaag werd bekend dat de meeste van de betrokken redacties niet blij zijn met de fusieplannen. U hoort 2 meningen in de stal van de Perscombinatie. De nadelen zijn natuurlijk toch dat er risico's aan verbonden zijn. Risico's voor afzonderlijke dagbladen. Er worden wel garanties gegeven, maar niet meer blijven wij naar de risico's nogal kijken. Het risico dat 2 concurrerende dagbladen onder 1 dak komen. En bovenal is de vraag, is het allemaal wel nodig? Is er voldoende, is tot dusver nog weinig informatie verstrekt waaruit blijkt dat het nodig is? Het Trouw is blij met de Perscombinatie en ons definitieve oordeel over de fusie zal afhangen in hoeverre de doelstelling van Perscombinatie in die fusie boven tafel zullen blijven, boven water zullen blijven. En wat zijn die doelstellingen? Die doelstellingen is om pluriform kranten uit te geven en dat dat de eerste doelstelling is en dat daarvoor een gezonde economische basis vereist is en niet andersom. Is dat niet meteen te juichen dus? Daar is het te vroeg voor, omdat daarvoor nog te veel dingen ingevuld moeten worden. Ook op de redacties in het kamp van de Nederlandse Dagbladunie is men niet bepaald enthousiast.
Wij hebben de afgelopen jaren zijn we snel gegroeid. En dit jaar bijvoorbeeld hebben we er 13.000 abonnees bijgekregen. En de onderneming waarin we werken, de Nederlandse Dagbladunie, is buitengewoon winstgevend. Dus we zijn in een zeer felle concurrentie gewikkeld met de Volkskrant en dat bevalt ons goed. En we geloven dat het in het belang is van de Nederlandse journalistiek om die concurrentie vol te houden. Nou, in zo'n situatie komt dan plotseling het bericht dat de directies willen gaan fuseren. En dat je dus met je geliefde vijand in één huis komt te wonen. Vanmiddag heeft de redactie van het Algemeen Dagblad zijn standpunt bepaald. Men ziet nu een fusie niet zitten. Wij willen eerst keiharde garanties voor de handhaving van de identiteit van onze krant en de redactionele onafhankelijkheid. En dat moet vastgelegd worden in een nog sterker te verbeteren redactiestatuut. Geen positieve berichten dus. Waarom dan toch een fusie? Waarschijnlijk uit economische motieven. De betrokken directies weigerden ons elk commentaar. Maar een uitspraak gedaan in het NOS-journaal van gisteren doet veel vermoeden. Er gaan straks alleen kranten verdwijnen die het niet goed doen. En dat is precies waar de kranten bang voor zijn. Ook in de politiek is daarom zorgelijk gereageerd. Mijn kritiek in feite is dat we niet zeker kunnen zijn dat die verscheidenheid in de dagbladpers die we op dit ogenblik nog kennen, dankzij ook steun van de overheid in het verleden en tot op de dag van vandaag toe, dat die verscheidenheid in gevaar gaat komen. We hebben in Nederland het Bedrijfsfonds voor de Pers, dat noodlijdende kranten via het ministerie van WVC financieel helpt. Minister Brinkman suggereerde deze week dat grote krantenconcerns voortaan zelf wel voor de economisch zwakkere bladen kunnen zorgen. Ik ben het dus oneens met de minister als hij nu al min of meer suggereert dat we voor kranten die binnen dit grote concern zijn nu al moeten mededelen dat er in de toekomst geen steunmaatregelen meer mogelijk zullen zijn. Van der Zande wil dat de pluriformiteit, oftewel de verscheidenheid, een wettelijke waarborg krijgt. Ik wil dus een regeling waarin in de wet wordt vastgelegd, met name in de mediawet, dat er een nieuwe instantie komt, en dat kan het nu bestaande Bedrijfsfonds voor de Pers zijn, die toetst of bij een fusie aan die verscheidenheid wel of niet afbreuk wordt gedaan. Volgens de verwachtingen moet voor januari duidelijk worden of de fusie daadwerkelijk doorgaat. Er zijn nog veel vragen, zo vinden de redacties. Wat je merkt bij alle redacties is dat er niet voldoende informatie is gegeven. De directies hebben tot nu toe de noodzaak van deze fusie of de wenselijkheid van deze fusie hebben ze nog niet met voldoende argumenten aangegeven. En ik denk dat dat een eerste zaak is om daarover helderheid te geven. Ja, tot zover deze reacties op de voorgenomen fusie. Bij ons in de studio de heer Korthals Alters, universitair docent aan het Instituut voor Informatierecht van de Universiteit van Amsterdam. Welkom. Een van de argumenten voor deze fusie is, zo kunnen we ons beter tegen een overname uit het buitenland weren. Is dat een goed argument, een terecht argument? Ik vind dat een nogal naïef argument. Misschien is het mogelijk om op korte termijn die overname door het buitenland wat tegen te houden. Maar op lange termijn is deze combinatie zeker niet groot genoeg om organisaties als Maxwell of Murdoch tegen te houden. Dus het gevaar blijft bestaan. Maakt het zelfs niet makkelijker dat je in één keer een hele grote groep kranten ineens hebt? Ja, dat is natuurlijk ook het ironische van het geheel. Je hebt nu een hele grote kolos die met één hap te vatten is. En het was natuurlijk veel beter geweest als de onderdelen met aparte buitenlandse organisaties waren samengegaan. Dan was dat nooit gebeurd. We zagen en hoorden net veel kritiek, onder andere vanuit de journalistiek. Deelt u die kritiek? Ik denk dat op korte termijn het gevaar voor de kranten die misschien nu in het gevaar dreigen te komen niet zo groot is. Ik denk dat op korte termijn wel geprobeerd zal worden om bijvoorbeeld kranten als het Parool, het Vrije Volk en Trouw, die nu niet erg goed lopen, in stand te houden. Maar op lange termijn is dat natuurlijk niet zo, want op lange termijn zal toch gekeken moeten worden naar de financiële cijfers ervan. Wat zullen naar uw mening de directe gevolgen zijn van een fusie, bijvoorbeeld voor het aantal kranten? Nogmaals, op korte termijn denk ik dat het gevolg niet zo groot zal zijn. De kranten zullen in staat zijn om technische samenwerking te organiseren. En op die termijn zullen die kranten gewoon als zodanig blijven bestaan. Maar vanavond in het Parool zegt bijvoorbeeld de hoogleraar communicatiewetenschappen van Kuilenburg, de ervaring leert dat fusies in de Nederlandse pers een verdere afkalving van het aantal kranten heeft voorkomen. Hij verwijst dan naar de Perscombinatie, naar NRC Handelsblad.
Ja, natuurlijk. Met die kranten is het goed gegaan. En dat is ook al een tijd geleden. Maar op een gegeven moment komt daar natuurlijk een einde aan. En dat einde lijkt heel erg in zicht. Mm-hmm. Kunnen redactiestatuten, afspraken tussen redacties en directies misschien iets aan deze situatie veranderen? Ze zouden er misschien iets aan kunnen veranderen, maar redactiestatuten zijn niet wettelijk geregeld. Redactiestatuten zijn een kwestie van overleg tussen de bedrijfsleiding en de redactie. Mm-hmm. En daarin zit je natuurlijk in onderhandelingsposities ten opzichte van elkaar. Blijft natuurlijk ook het gegeven dat kranten, uitgeverijen, dat ondernemingen zijn waar winst of verlies gemaakt worden. Dat kun je toch niet veranderen? Dat blijft toch een gegeven? Ja, en dat wordt in dit geval nog sterker, want de perscombinatie was een stichting, of is een stichting die ideële doeleinden heeft, namelijk het instand houden van die drie kranten. Mm-hmm. Maar Elsevier NDU is dat allemaal minst. Gaat het om winst maken. Dan gaat het puur om winst maken en dat is een commerciële onderneming en geen liefdadigheidsinstelling. Maar kunnen deze twee ondernemingen dan samen in één fusie? Dat is natuurlijk het rare. De twee ondernemingen die zo'n verschillend karakter hebben. En het viel me ook op een foto in de krant hoe weinig vrolijkheid er bestond bij de mensen die achter de tafel zaten bij het aankondigen van het bericht van deze samenwerking. Ja. Oké, hartelijk dank voor uw toelichting, meneer Korthoogheld. Over naar Tom. Engeland is ons in grote krantenfusies voorgegaan. Daar ook zijn grote, machtige en vooral kapitaalkrachtige uitgevers te vinden als de befaamde Murdoch en Maxwell. Alles verslindende mediabronnen die ook lonken naar Nederland. Cecile Riekert kijkt naar de Engelse situatie. News of the World. Dit Engelse dagblad heeft ruim 5 miljoen lezers. Geef de mensen wat ze willen. Schaars geklede dames, sensationeel nieuws. Dagbladen als een puur commercieel product. Verkocht middels advertenties, advertenties en nog eens advertenties. Zo zien veel Engelse dagbladen er op dit moment uit. Niet de inhoud, maar de omzet geldt. Wat we zien in landen als Engeland, Frankrijk, Verenigde Staten, is dat die genuanceerdheid in het mediabestel steeds meer verloren gaat. Dat er steeds meer wel kranten worden gedrukt, maar dat de inhoud van die kranten onderling niets meer uiteenloopt. In feite krijg je steeds meer soorten waspoeder, die op zich hetzelfde voorstellen, maar met een ander etiket. Hij is uitgever van Daily Mirror, The Sunday Mirror, Sunday People, Sporting Life en The London Daily News. En zijn imperium heet Pergamon Press Limited. De man erachter, de 65-jarige Maxwell van Tsjechische afkomst en ook wel Super Max genoemd. Hij geeft News of the World uit, The Sunday Times, The Times en The Sun. Allemaal Engelse dagbladen in handen van één eigenaar, de 56-jarige Murdoch van Australische afkomst. Maxwell en Murdoch kochten Engelse bladen op als broodjes, stuurden mensen de laan uit die ze overbodig vonden en ze zien nieuws als een artikel dat moet worden verkocht. Is die situatie zoals die nu in Engeland is ook denkbaar in Nederland? Hij is hopelijk niet 1, 2, 3 te realiseren. We hebben daar in Nederland een aantal garanties voor in redactiestatuten bijvoorbeeld vastgelegd. Dat is de scheiding tussen wat er in de krant staat en degene zeg maar, die de krant bezitten en degene die advertenties plaatsen. Aan de andere kant kun je niet uitsluiten, we hebben dat toch ook in de Verenigde Staten gezien en ook in Engeland, dat door de macht van bedrijven zoals Murdoch en Maxwell, de macht op de beurs met het geld wat ze hebben, op een bepaald moment, en ik hoop natuurlijk dat dat nooit aanbreekt, sommige kranten in handen zouden kunnen vallen van deze ondernemers. En dan ook inderdaad omgevormd zou kunnen worden tot meer populaire uitgaven. Mannen als Maxwell en Murdoch kopen aan de lopende band bedrijven op voor miljoenen guldens. Ze hebben belangen in Amerika, Japan, Frankrijk, Spanje, Nieuw-Zeeland en Australië. En eigenlijk in bijna alle landen hebben ze wel een vinger in de pap. Ook in ons land hebben we te maken met deze twee mediagiganten. In ons dichtbekabelde land ontvangen we bijvoorbeeld Sky Channel. De man erachter is Murdoch, die in Amerika ook 7 televisiestations heeft. In de concurrentiestrijd kwam Maxwell met MTV Television, een muziekstation. Maar blijft het daarbij? Het kan anders worden als er een samenhang ontstaat met radio en televisie. En ik wil u wel zeggen dat ik op Europees niveau, in het kader van de Raad van Europa, waarbij 23 West-Europese democratische landen zijn aangesloten, opdracht heb gekregen om een onderzoek naar deze persconcentraties in te stellen. En ook naar de gemengde eigenaarschap van
deze grote magnaten die en televisiestations en radiostations en vaak ook dagbladen in bezit hebben. Er was een tijd dat iedere gek in Londen een krant kon stichten. Het probleem is dat iedere gek dat ook heeft gedaan. Dit kan in Nederland ook gebeuren, want langzaam maar zeker veroveren Maxwell en Murdoch de mediamarkt in de hele wereld. Zo kon onlangs het concern Elsevier op het nippertje een overname door Maxwell voorkomen. We zullen dus zowel aan Nederlandse parlementsleden, maar ook internationaal, Europese mensen in Straatsburg, Europese parlement, vragen om een regelgeving op Europees niveau, om daarmee te grote concentraties van kranten, televisie, tijdschriftbedrijven, om die tegen te kunnen gaan. En om waarborgen te krijgen voor het behoud van ons Nederlandse mediaaanbod, televisie, kranten en tijdschriften. In de studio onze Engelse correspondent Hans Verhoeven. Hans, we hebben net een paar niet zulke opwekkende voorbeelden gezien uit Engeland. Als je nou kijkt naar die fusies, heeft het dan al met al tot een kwaliteitsverslechtering of ook tot een kwaliteitsverbetering geleid hier en daar? Wat is jouw balans? Verslechtering, zonder meer. We hebben het net al wat van deze voorbeelden gezien. Het is niet zozeer dat die Britse kranten fuseren. Grote aantallen raken in handen van kleine aantallen eigenaars. En die beconcurreren elkaar op alle mogelijke manieren. Met wat wij vroeger de boulevardbladen zouden hebben genoemd, maar wat zich nu kan verheugen in de naam van gootpers. In die gootpers staan de meest verschrikkelijke leugens, verzinsels, worden foto's gepubliceerd waar geen copyright voor is betaald, die niet van ze horen, zelfs uit het archief van het Koninklijk Huis. Ze worden voor het gerecht gedaagd, ze moeten enorme schadevergoedingen betalen, het kost miljoenen, het geeft helemaal niets, er zit geld in, ze gaan door. Het gaat om de centen en de machtsconcentraties worden steeds groter, breiden zich ook uit naar bijvoorbeeld commerciële televisie. Absoluut. Nog niet in het huidige bestel, maar dat wordt zo meteen vrijgegeven door mevrouw Thatcher. En dan is het hek van de dam. Bovendien, met de satellietzenders is het al het geval. Wat gebeurt er nou in Engeland met noodlijdende kranten? Of kranten waarmee het wat minder goed gaat, zoals in Nederland Trouw bijvoorbeeld? Zou dat kunnen in Engeland of niet? Die gaan dicht en het gebouw wordt verkocht. Meestal zijn de gebouwen meer waard dan de krant die niet goed gaat. En dan telt pluriformiteit, verscheidenheid in meningsvorming, die telt is er al niet meer. Die is er nu al niet. Nou wordt in Nederland gezegd, die fusie, die machtsvorming in Nederland, zorgt ervoor dat onze kranten zich wat beter kunnen wapenen tegen eventueel een overname door Murdoch of Maxwell. Denk je dat het, je kent de Engelse situatie, denk je dat dat de heren tegen zal houden? Geheel niet. De portefeuille van Maxwell is net zo dik als hij zelf en Rupert Murdoch heeft nog nooit geaarzeld iets over te nemen, zelfs van nationaliteit te veranderen om iets in handen te krijgen. En je zou zelfs kunnen zeggen, het wordt gemakkelijker. Het wordt veel makkelijker. Ja. Alle eieren in één mandje en meenemen. Goed, dus op korte termijn in Nederland misschien niet zo'n rampzalige situatie, maar het gevaar naar de toekomst is wat Engeland betreft zeker niet geweken. Ik zou met één oog slapen als ik een Nederlandse kranteneigenaar was. Oké, bedankt voor je commentaar. Joost. Je mag veronderstellen dat het ook in Nederland niet bij krantenfusies alleen zal blijven. Zowel NDU als Perscombinatie zijn nauw betrokken bij het overleg met de ATV-omroepen over commerciële omroep in Nederland. Als die plannen in de toekomst verwezenlijkt zouden worden, zou daarmee een machtige media-gigant ontstaan. Ons volgend onderwerp. In de medische wereld is zeer afwijzend gereageerd op een pleidooi van het wetenschappelijk bureau van het CDA de anonimiteit van spermadonors op te heffen. Het zou voor veel mensen het eind betekenen van de mogelijkheid zo...